Over uw boek gesproken, hè, meneer Kantman. U hebt, het wordt vanmiddag voorgesteld. Allicht niet toevallig ook, 75 jaar na de bevrijding van Auschwitz. En de titel van het boek is het Auschwitz-gen. Wat is een Auschwitz-gen? Wel, persoonlijk, en ik niet alleen, is Auschwitz, dat is een gemeenschappelijk woord, is geen geschiedenis. Dat maakt deel uit van mijn familiale geschiedenis. Uw grootvader mijn grootvader, dus de vader van mijn moeder, is daar omgekomen. Mm-hmm. 1944 vanuit Antwerpen gedeporteerd. Ja. En uw moeder is er net aan ons. Ik zie zo'n foto. Hier, ik heb die man nooit gekend, natuurlijk. Het is mijn grootvader. Mm. En zoals velen is hij daar omgekomen. Alleen maar omdat hij Joods was. Uit zijn familiaal verband uit Antwerpen, excuseer. Uit zijn familiaal verband gerukt in Antwerpen. En dan vervoerd geweest naar Auschwitz, waar hij daar overleden is. En bedoelt u dan met het Auschwitz-gen dat 75 jaar na die gruwelijke gebeurtenissen in alle Joodse families blijft doorleven? Absoluut. Je kunt er geen afstand van nemen. Dat is geen geschiedenis. En dat is soms moeilijk te doen verstaan als specialist. Voor ons is dat geen geschiedenis. Dat maakt deel uit van wat we zijn. Dat is het Auschwitz-gen. Als je en je bekijkt alles door die bril? Heel veel, ja, inderdaad. Okay. En men zegt soms, ja, maar dat is irrationeel. Nee, dat is heel rationeel. Ja. Meneer Abicht, u hebt vorig jaar dit boek geschreven, De eeuwige kop van Joden, geschiedenis van het antisemitisme. Wat vindt u van dat begrip Auschwitz-gen? Ik heb problemen daarmee, maar goed, niet met de inhoud, maar de term. Ik bedoel daarmee dit een gen wordt aangeboren of dat wordt in het lichaam gebracht. Want het lijkt een beetje fatalistisch. Het is aangeboren, je kunt er niks aan doen. En het gevaar is groot. Ik heb het vanmorgen toevallig gehoord door de radio dat de voorzitter van de Vereniging van de Joodse Organisaties van Vlaanderen dan zei dat zit in ons bloed. En ik hou niet van die term bloed. Dat wordt met bloed doorgegeven. Dat is niet wat André Gantman bedoelt. Ja. Hij bedoelt, het is zo'n sterke herinnering die wordt doorgegeven in de traditie. En dat blijft een heel sterke reflex. Ik zou liever die term... Ik ben een beetje bang van die term. Toen ik die term had, dacht ik... Want een gen is iets wat je niet kan afleggen. Mm-hmm. Terwijl een houding aannemen voor andere bijvoorbeeld mensen die bijvoorbeeld gaan naar zo'n kamp en zo en inzien dat er wat moet gebeuren, dat is wel volgens mij nog essentieeler. Ja. Leidt het ook tot overgevoeligheid met alles wat er over Joden, de Joodse gemeenschap, gezegd, geschreven wordt? Maar dat is natuurlijk het verschil in benadering tussen mijn vriend Ludo en mezelf. Wat is overgevoelig zijn? Door het feit dat je verbonden zijn. Ik probeer aan te duiden, te doen begrijpen dat het geen geschiedenis is in de strikte betekenis, in de wetenschappelijke betekenis van het woord. Dan ben je er ook mee verbonden. Ja. Dat bedoel ik. Nu heel concreet, u bent in de pen gekropen na beelden van op het Aalsterse carnaval. We gaan dat vooral duidelijkheid eerst nog eventjes laten zien. Shalommekers! Ja. Die clichébeelden van Joodse mensen met die mutsen, de haakneuzen ook. U kreeg toen ook een boodschap van iemand die u schreef. Joden moeten ophouden ons niet-Joden moreel te gijzelen. Ja. Weet je, Joden karikatureer zichzelf ook graag. Maar met ratten en geldkisten enzovoorts en in het boek probeer ik de beelden van dergelijke carnavalstoet van 1939 in Duitsland aan te doen. Ja, u hebt daar dan ook een foto van. Daar ging het over. Ik zeg, welke boodschap brengt je over? En ik was niet de enige. U bent toen eigenlijk ook in conflict gekomen met N-VA-burgemeester van Aalst, uw partijgenoot? Ja, inderdaad. Ja. En niet alleen ik. En iedereen is vrij te doen wat hij wil. We zijn in democratie, uiteindelijk. En je kunt inderdaad geen censuur opleggen. Maar er zijn een aantal grenzen. Kun je met alles lachen? Ja. Met wetende wat er met dergelijke zaken kan
gebeuren? Welke boodschap heeft hij? Zijn daar grenzen over? Er zijn grenzen die ook die mensen van Aalst stellen. Ik heb het niet over die groep. Mm-hmm. In het algemeen hebben ze een aantal zaken niet willen tonen. Zoals het binnen van Nijvel en zo, omdat de mensen nog leven van familie. Dus ze hebben wel een idee van zelfcensuur. Ik ben met die mensen gaan praten, omdat ik dat heel erg vond wat daar gebeurde. Ik heb dan het hele verhaal gehoord. Het zijn geen ratten tussen naakjes, het zijn muizen in kluizen. Geen ratten, dat is belangrijk, want ratten gaan direct terug naar die nazi-beelden. Het zijn beelden die compleet doen denken, staat ook in mijn boek trouwens, aan beelden uit die periode. Maar dus met andere woorden, het is niet zo erg, zegt u? Of? Jawel, maar er is een verschil tussen intentioneel als lid van de nazi-partij, Joden... een karikatuur van Joden maken met geld enzovoort. Zoals dat gebeurt. Met uiteraard de uiterlijke kenmerken die er niet echt zijn, maar goed, die men erop plakt, de neus en zo. Maar wat daar gebeurd is, is doodjammer. En het was net nog tijd, maar ik denk dat venster gesloten is. Het was net nog tijd om te praten, om uit te leggen waarom dat zo choqueerde. En dat is dus te laat gebeurd. Als dat was gebeurd, dan had dat wel kunnen doorgaan, wat u betreft? Of? Nee, dat heb ik niet gezegd. Okay. Ik heb gezegd, we moeten wel uitleggen dat het niet mocht op die manier gebeuren. Maar we moeten wel met die mensen op tijd praten, want die mensen schrokken zich rot. En ze niet wegzetten als antisemieten. Ik denk niet dat antisemieten zijn. U bent dan ook wel heel kwaad geworden op Unia, het Gelijke Kansencentrum, dat volgens u die praalwagen onvoldoende veroordeeld heeft. Twee zaken. Wat betreft de burgemeester van Aalst... Als hij gewoon had gezegd dat hij gewoon begrepen heeft dat dat gevoelig zou liggen, dat was het wel wat anders. Ja. Als hij dat kan zeggen voor de bende van Nijvel, waarom zegt hij dat niet voor de Joodse gemeente? En wat Unia betreft? Ik moet zeggen, ik viel van mijn stoel wanneer ik las dat Unia stelde dat daar geen probleem was, omdat de wet op het negationisme niet werd overtreden. Maar daar ging het niet over. U schrijft in uw boek, Unia wordt door de Joodse gemeenschap als een voor haar vijandige instelling beschouwd. Dat is ook zo. Omdat Unia tekortschiet in de strijd tegen antisemitisme. En ik geef een aantal voorbeelden, juridische voorbeelden. Had Unia gesteld, zoals Unia gedaan heeft naar aanleiding van de verkiezing van 2016. Er zijn een aantal zaken gezegd en geschreven die wellicht juridisch niet kunnen aangevochten worden, maar moreel laakbaar. Dat heb ik niet gehoord. Ik ben het daar niet mee eens. Daarvoor zitten we natuurlijk, uiteraard. Namelijk, het is niet wat Unia gezegd heeft, is dat het niet intentioneel antisemitisme is. Namelijk, men het niet gedaan heeft met de bedoeling om de Joden te kwetsen. Mm. En ik ben vooral kwaad, niet op André, maar kwaad, omdat men dat ten onrechte genoemd heeft een karikatuur op de Holocaust. Dat heeft niks op dit moment met de Holocaust te maken, dat heb jij niet gezegd, maar regelmatig komt dat terug. Wel met stereotypering. Ja, met de stereotyping wel. Dat moeten we tegen zijn, dat moeten we ook uitleggen. En hadden die mensen de kans gekregen, die mensen hebben zich vier keer formeel verontschuldigd bij de mensen, hun Joodse rechtspartners, vier keer formeel verontschuldigd. Hebben 200, en we hebben ze geteld, doodsbedreigingen gekregen. Ja. 200 van overal een beetje ter wereld. Wel, ik vind het allemaal nogal... Men had het niet mogen doen, het is een gemiste kans geweest. Jullie hebben ook nog op een ander vlak gebotst, rond de Dossijnkazerne, het memoriaal, de herdenking voor de weggevoerde Joodse mensen uit ons land. Twee punten zelfs, heel concreet. Er was een uitreiking van een prijs door Pax Christi aan activiste Brigitte Hermans, was voorzien in de Dossijnkazerne. Mm-hmm. Dat is niet kunnen doorgaan door een beslissing van het bestuur. En u was daar heel boos over. Ja, omdat ik werk al 20 jaar samen met Brigitte Hermans. We hebben samen twee boeken geschreven. Zij is heel kritisch voor Israël, overigens. Hè? Ja, goed, en dan? Zo wat? Mm-hmm. Met andere woorden, dat is haar recht. Net zoals men kritisch moet zijn voor veel andere landen. En ook intern kritisch mag zijn. Maar ze heeft nooit, op geen enkel moment, nergens in geschriften of in woorden, ik volg haar heel lang, heeft ze ooit iets antisemitisch gezegd. Maar is dat een beetje... Ik kom meteen bij u. Is dat een beetje... Een uiting van het Auschwitz-gen. Kritiek op Israël wordt gezien als antisemitisme. Ik zal u zeggen wat voor mij een uiting van het Auschwitz-gen is. Ik was collega met de broer van Michael. Ik ben de naam even kwijt natuurlijk. Dat is altijd zoals je moet zeggen. Een Joods activist. Ja, vrijwillig. Ben ik geen collega okay. van. Maar een Joods activist, de naam ontlaat me eventjes. Ja. Kom direct terug. Schwerner. Zoals familie in Antwerpen heeft, de Schwerners. Die als Joods activist
samen met een andere Jood, Andrew Goodman van New York, gaan vechten is voor de rechten van de zwarte in Mississippi en samen met een zwarte jongen, Cheney, vermoord is. Dat is Auschwitz-scan. In de zin van een overgevoeligheid, een heel goede overgevoeligheid voor onrecht. Ook, u zegt eigenlijk, ook de zwarten hebben dat terecht door hun geschiedenis van slavernij, kolonisering. Natuurlijk dat. Die hebben dat ook, op een andere manier natuurlijk, maar die hebben dat ook. Die hebben een heel sterk gen, als je, ik hou niet van dat woord, van een heel sterke herinnering aan de slavernij en al wat er leidt tot dat soort. Even terug naar wat daar gebeurd is rond die prijsuitreiking. Is daar niet bewezen dat in uw ogen kritiek op Israël gelijk staat met antisemitisme? Ik wil er twee zaken op antwoorden. Eerst over de beslissing. Ga ik vandaag geen commentaar geven. Mm. Ik ben lid van de Raad van Bestuur. Die beslissing is genomen. Er is een communiqueert, daar kom ik niet op terug. Ja. In het communiqué stond dat een groot deel van de Joodse gemeenschap grote problemen heeft met Brigitte Hermans. Dat heeft niets te maken als dusdanig met wat er gebeurd is in het kader van de Concerne Dossin. Ik stel vast in dat wellicht zij aan het evolueren is ten opzichte van de architect ten aanzien van Israël. Ja, dat is jouw mening. Ja. Wat ik stel, dat zij en anderen die systematisch heel zware kritiek hebben op Israël, niet beseffen dat de manier waarop dat geuit is aanleiding kan geven tot jodenhaat. Daar gaat het door. Over die beslissingen kom ik op terug. Okay. Over de kazerne Dossin zelf. Wel, sorry, hè. Ik wil wel in dialoog treden met de professoren en zo. En dat zal gebeuren, dat moet gebeuren. Maar dat moet goed beseft dat het memoriaal daar is omdat er iets gebeurd is. Maar daar is de discussie, moet dat gewoon gaan over het herdenken, het in herinnering brengen van de Shoah, de Holocaust? Of moet het ook een hedendaagse rol krijgen door studiedagen in te richten over racisme, discriminatie in het algemeen? Daar verschilt u ook van mening. Ja, goed, maar dat kan allemaal in één museum. Natuurlijk is het heel, heel belangrijk dat het essentieel begonnen is rond Mechelen, naast in feite de kazerne waar de deportaties gebeurd zijn. Maar dat zou kunnen juist leiden tot een grotere, laat zeggen, interesse voor onrecht nu, op dit ogenblik. Niet alleen in die periode, maar ook nu en dan op zoveel mogelijke vlakken. Bijvoorbeeld, ik vind het zou heel mooi zijn indien we zouden dat museum is vandaag moeten. Dus even kijken naar de realiteit. Wat gebeurt er met moslims in India? Wat gebeurt er met moslims in Myanmar? Wat gebeurt er met moslims in China? Jongens, het zijn verschrikkelijke dingen die ik niet vergelijk. Maar het zou goed zijn in dat museum ook zou dat. En zo hou je die herinnering levend door hem actueel te maken. Tuurlijk. Dat is dus qua scenario, zal ik zeggen, het groot verschil. Geschiedkundig gezien heeft men in Vlaanderen of in België een grote fout begaan door de Dossin-kazerne niet als memoriaal te erkennen als dusdanig. Dat zijn appartementsgebouwen, chique lofts geworden. Wat ondenkbaar is in andere landen, hier is dit gebeurd. Ik passeer, als ik naar een vergadering ga in het museum, passeer ik langs de ingang of voor de ingang van de kazerne Dossin, waar mijn grootvader langs is binnengebracht. Ja. En dat zijn appartementsgebouwen. Daar is men tenminste heel, heel, heel tussen aanhalingstekens onvoorzichtig geweest met memorie. En dus, zeg ik, men had dat allemaal kunnen voorkomen indien fysisch gezien men aan het memoriaal had en aan de andere kant een studiecentrum. Ja. En ik hoop, en ik ga mijn best voor doen, om de partijen die ermee bezig zijn, vooral die professoren, geschiedenis, samen te hebben. We moeten die terug in dialoog treden. Okay. Het is niet normaal dat in een democratisch concept dat men zegt, ja, jullie denken zo, wij denken zo, en dus is er geen dialoog mogelijk en ik neem ontslag. Ik zeg nee. Over dialoog gesproken, hè. Het heeft er een paar dagen naar uitgezien dat dit gesprek wat we nu voeren niet mogelijk zou zijn, want u wou eerst niet, omdat u zei, ik ben zo kwaad op André, dat hij eerst een verontschuldigingen moet aanbieden. Ik weet niet of u dat niet nog hij, vraagt. Maar vindt wel dat men dat men vanuit het museum zich moet verontschuldigen bij Brigitte Hermans en Pax Christi. Geeft dat niet aan dat misschien door dat Auschwitz-gen de dialoog, het gesprek tussen de Joodse gemeenschap en niet-Joodse gemeenschap soms zo goed als onmogelijk is? Wat mij stoort is het volgende. In het antisemitisme dat ik bestudeerd heb van 700 voor Christus tot vandaag, in detail,
Is het altijd hetzelfde geweest? Joden worden afgezonderd, gesegregeerd, worden in ghetto's gestoken, worden niet erkend als volledige staatsburgers en noem maar op. En dat is altijd negatief geweest natuurlijk. Maar waarmee men nu begint met te zeggen, je moet Joden op een speciale manier behandelen, dan gaat men hen op een positieve manier segregeren. Ik hou niet van dat ghetto. Ja. Ik vind het niet nodig. Ik vind het moet samenblijven. Ik ben het niet mee eens met jou. Dat weet ik. Voor mij is het volgende. Ik ben stilkens aan beu dat men tegen de Joodse gemeenschap zegt... Wel, wij gaan zeggen hoe dat je dat moet erkennen. En hoe dat je dat moet herdenken. Daar gaat het om. Men heeft terecht trouwens, terecht, nooit tegen de mensen van de Westhoek... die ook een gen hebben in het kader van wat gebeurd is in de Eerste Wereldoorlog... Mm-hmm. nooit gezegd hoe dat zij dat moeten herdenken. En terecht natuurlijk. Dat men mij niet zegt... Ja, maar fijn, goed, we zullen wel tegen de Joden zeggen hoe dat ze het moeten doen. En daar kom je in een probleem. En ik hoop dat in de nabije toekomst een dialoog wel tot stand kan komen. Ik ben alvast jullie beiden dankbaar, want we moeten afronden helaas, dat jullie die dialoog hebben willen aangaan. Ik merk wel dat er nog meer onderhuidse spanning is. Maar het was een zeer interessant en boeiend gesprek. Laten we hopen dat de 75 jaar bevrijding van Auschwitz die dialoog nieuwe impuls kan geven. Dank u wel. Dank u wel. Allee, dank u wel.